NOS Jeugdjournaal. Het gesprek met prins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Hallo allemaal, welkom bij deze speciale uitzending van het Jeugdjournaal. Een koninklijke uitzending waarin we praten met zijn koninklijke hoogheid, de prins van Oranje, en zijn verloofde mevrouw Máxima Zorreguieta. Ja, dat klinkt wel heel officieel, hoor. Ja, maar het is ook een beetje officieel, hè? Ja, inderdaad. Ja. Jullie mailden ons honderden vragen en wij stapten met een aantal van die vragen naar kasteel Drakenstein. Tijd geleden alweer, in het geheim, mochten we met ze praten. Ja, maar we mochten er niemand iets over vertellen. En nu kunnen we jullie eindelijk de antwoorden laten horen op vragen als... Eten prinsen en bijna prinsessen altijd van gouden borden? Houden ze van lekker snacken? En kregen ze als kind wel eens strafwerk? Oh, gaat vanzelf al. Goeiedag. 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 Oh, goedemiddag. Hallo. Welkom. Recht van Hilton. Hallo. Dank u wel. Dag. Sorry. Hans Smit. Hallo. Goeiedag. Koninklijke Hoogheid, mevrouw Zorreguieta, we zijn heel erg blij dat we hier op Drakenstein uw gast mogen zijn. Om een gesprek met u te voeren over de grote dag, het huwelijk. Voordat we beginnen, wilden we u eerst een klein cadeautje aanbieden. Ja, het is iets wat eigenlijk alle gasten die wij in het Jeugdjournaal hebben, krijgen. Dus we hebben het ook voor u meegenomen. Okay. Het is een kleinigheidje. Hartelijk bedankt. Oh, dank u wel. Voor de computer. Heel nuttig. Zit u wel eens achter de computer? Ja. Ja, heel vaak. En ik weet niet precies uit mijn hoofd de maten, maar er is een iets kleinere en een iets grotere. Een t-shirt. Okay. Dus als ze niet past, dan zullen we wel even. Dan mogen ze ja, dan kunt u. Dank u wel. Ja, de grote dag, daar gaan we het straks met u over hebben. Maar ik wilde eerst graag met u terug naar hoe het allemaal is begonnen. Waar bent u elkaar tegengekomen? In Sevilla, dat is bijna 3 jaar geleden. Ja, een stad in Zuid-Spanje waar een groot feest was. Waar ze één keer per jaar een groot feest hebben. En ze hebben uitgenodigd door gemeenschappelijke vrienden vanuit de hele wereld. En we zijn daar gekomen en daar was Alexander en daar was ook Máxima. En dus daar hebben we elkaar leren kennen. In het begin was het niet zo goed. Nee. Ik vond hem niet helemaal aardig, maar dat is verbeterd. Wat vond u niet zo leuk aan hem? Hij had een beetje zo van een vervelend... reactie toen ik een foto maakte. Jij kwam binnen met een fototoestel en ik dacht, moet dat nou? En wie is zij wel niet? En, maar nu begrijp je mijn reactie ook wel tegenover fototoestellen. Wat vond u van haar als eerste reactie? Nou, het eerste zag ik dus dat fototoestel waar ze achter, vandaan kwam. En ik vroeg nog aan een Amerikaanse vriend van mij die daarnaast zat op dat moment van, moet dat nou? Ken je haar? En, maar eigenlijk zijn we vrij snel aan het praten gegaan en vanaf die eerste avond leerden we elkaar beter kennen. En toen bleek toch dat we wat meer in elkaar geïnteresseerd waren. Ja. Dus liefde op het tweede gezicht dan. Of het derde gezicht misschien wel. Maar. Ja. Nou, sindsdien bent u niet meer uit de belangstelling weg. Hoe is dat voor u om zo in het middelpunt van de belangstelling te staan? Het is moeilijk, want je moet wennen. En natuurlijk was ik altijd een normale meisje, dan volwassen. Maar het is moeilijk geweest om te wennen. Wat was er moeilijk aan? Ja, dan je moet bewust zijn als je op de straat loopt, dat mensen naar jou kijken. En misschien iemand in Dat zou ik ook wel gedaan het toestel. Well, dank je wel. Maar misschien iemand steekt een fototoestel en foto te maken als je iets heel privés wil doen. Als iets een cadeautje kopen voor een vriend of zoiets. Dus bewustzijn is dat wat ik zo moeilijk vond. En bewustzijn, maar toch normaal zijn. Dus niet wegduiken? Want... Ja, of helemaal hysterisch lopen, dat werkt niet ook. Heeft u wel eens iets bedacht om de fotografen te ontlopen? Een list? Of misschien heeft u die van uw aanstaande echtgenoot geleerd? Nou, die hebben we dus heel vaak gehad, ja. Ja? Vertelt u eens? Ja, die heeft u dus nooit gezien. Die willen u ook die niet zijn dus gelukt. Kunt u daar iets over vertellen? Dat we volgende keer beter kunnen uitkijken? Nou, ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen, want omdat dit nu verleden tijd is... dat Máxima eigenlijk altijd naar Nederland kwam. En ik maar heel weinig in New York ben geweest. Terwijl men altijd dacht dat ik in New York zat.
Dus het is toch iedere keer gelukt om Maxima ongezien Nederland in te krijgen. Juist. Ja. En had u dan een grote zonnebril op en een hoed op om onherkenbaar te zijn? Ja, het kaps. Een baseballkap. Ja, maar dat is voor een paar maanden geduurd. En dan is het ook, kaps is niet zo groot. En meestal ben je ook een beetje opvallend. Met zo'n hoed langs of in de vliegtuig loopt of zoiets. Dus het was niet zo goed. Dus ik ben altijd in één hoekje. Daar bleven de hele race. Maar het is ook heel goed gegaan uiteindelijk. Het is perfect gegaan. Ja. Ik heb een aantal vragen, of we hebben een aantal vragen van de kinderen. Die we kort met u door zouden willen nemen. Eet u van gouden borden? Als het eten op een gouden bord geserveerd wordt, wel. Maar we hebben zelf geen gouden borden, nee. Zijn er overal bedienden in huis? Nee. Nee hoor, ze zijn er wel natuurlijk, maar niet overal en nee. Ook niet altijd. Nee. En wat doen die, de bedienden, die er zijn? Ja, als het iemand met bezoek komt, dan is er wel een persoon die ons helpt om alles een beetje gezelliger te maken. Ja. Eten te brengen, drinken te brengen. Eten te brengen en die soort dingen. Maar als we alleen zijn, dan is er niks. Dan doet u alles zelf? Ja. Koken ook bijvoorbeeld? Ja. Ja. Nee, koken nee, niet zoveel. Nee. Gewoon het eten in de magnetron zetten, wat wel al gekookt is. We hebben gewoon geen tijd voor. Niet zo gezond, maar wel. Maar als u daar wel de tijd voor heeft, wat maakt u, houdt u van koken zelf? Ik hou niet zoveel van koken, nee. Maar ik wel. Maar jij wel. Ja. En Maxima probeert mij ook af en toe naar de keuken te krijgen. En dan is het ook heel gezellig om samen in de keuken te staan en te koken. Dus, en de uitjes te snijden. En alles te snijden en alles klaar te maken, absoluut. Maakt u ook wel eens boerenkool? Of spruitjes? Spruitjes? Ja, dat kan ook. Ja. Ja, ik vind het ook wel lekker. Ja, ja. Ja, van spruitjes. Ik hou van spruitjes. Als kind ook al? Altijd al van spruitjes gehouden. Heel apart is dat eigenlijk, hè? Ja, bijna geen kinderen lukte spruitjes, nee. En erwtensoep? Houdt u daarvan? Niet zoveel. Het is niet mijn eerste keus. Maar Alexander houdt heel veel van. Dus doen we daar. En eet u ook wel eens een broodje kroket? Ja hoor. Ah, kroketten zijn heerlijk. Ja. Kennen ze dat in Argentinië? Ja. Kroketten? Ja. Het is iets anders. De binnenkant is iets voller. Maar ze zijn bijna hetzelfde idee. Mm-hmm. We willen graag met u terug naar uw jeugd. U heeft wat foto's allebei van uw jeugd meegenomen. Kunnen we daar even naar kijken? Ja. Een hond, zie ik. Ja. Hoe heet mijn eerste hond. Die heet Kerry. En Kerry is een labrador. Labradors zijn sowieso al schattige honden. En ik heb nog steeds, ik heb nu twee labradors zelfs. Maar dit was mijn eerste. En Kerry had een uniek iets, die had een zwarte vlek. Zie je hier niet op de foto, zat achter zijn linkeroor. En toen Kerry geboren werd, werd gezegd dat is niet normaal en die hond kunnen we niet verkopen, zei de eigenaar toen. En toen vroeg ik dus wat ermee ging gebeuren en dat was niet al te leuk antwoord. Zeg ik, maar als ik hem dan meeneem, is het dan goed? Dus dat was goed. Nou, wat goed. Ja. En liet u hem ook zelf uit? Ja. Drie keer per dag? En vaker nog. Ja, deze foto is natuurlijk in Italië gemaakt, dus daar waren we de hele tijd buiten. Maar had u nog andere huisdieren eigenlijk? Ik had zelf geen andere huisdieren. We hadden altijd veel dieren thuis. Van een papegaai tot allerlei kippen en een konijn. En veel honden altijd. Dus, nee, we hebben altijd heel veel dieren gehad. Ik vind het heerlijk om met dieren samen te zijn. Ja. Als we nou kijken naar uw foto, mevrouw Sorigieta, ik zie u voor een kaart staan. Is dat niet de kaart van Nederland, hè? Het is niet de kaart van Nederland, nee. Het is de kaart van Engeland. Mm-hmm. En ik denk, ik ben een beetje, een beetje ver van Londen. Maar, maar dan is er een kaart van San Marino en een wereldkaart. En we waren in die aardrijkskunde klas. Ja. En, de lagere school. Wat was u voor meisje? Ik spreekte te veel in mijn klas. Ah. Zo zeiden die leraressen. Maar heel vriendelijk. Ik had heel veel vriendinnen altijd. En heel sportief. Kreeg u wel eens strafwerk? Natuurlijk. En waarvoor dan? Wat had u dan gedaan? Oh, ik weet ook echt niet meer waarvoor. Ik kan me niet iets herinneren wat nou echt heel anders was of slechter was dan de anderen. Nee. Maar ik was zeker niet het braafste jongetje van de klas. En wat voor strafwerk was het dan?
of het nablijven, of iets maken, of regels schrijven, of wat dan ook. Ik mag niet meer die bal gooien. Dat moest ik doen. Ja. Was u wel eens stout? Ja. Wat deed u dan? Ik weet niet, ik was te luid, ik sprak te veel en ik lachte te veel. Dus ik mag niet zo hard lachen in de klas. En dat 100 keren. Netjes geschreven. Ja. Ik heb nog een blokje kindervragen voor u. Van wat voor muziek houdt u? Dat is wat noemen. Kylie Minogue. Ja, precies. Kylie Minogue of Jennifer Lopez? Jennifer Lopez. En zou ik kiezen? Die keuze? Ik ook, ja, absoluut. Ja. R&B of hip-hop? R&B. Houdt u eigenlijk van dansen? Heel veel. Gaat u wel eens uit? Ik mis het een beetje. Ik zou heel graag veel meer willen dansen hier in Nederland. In een discotheek of? Ja, ja. Dat kan niet zo. Nee. Dus, waarom kan dat eigenlijk? Een leuke cd in een hordenen zetten en beginnen op te dansen. Nou, maar dat gebeurt ook wel eens. Ja. Nee, we dansen wel, maar af en toe zou je wel. Maar u kunt niet zo makkelijk naar een discotheek gaan? Nee, dan voel ik me niet zo prettig of vrij om goed te dansen. Zoals u zou willen, dat kan ja, niet. Precies. Ja, precies. Ja. Nou, wellicht kan het op de bruiloft. Ja, precies. Het is bijna zover, de grote dag. Ligt u er wel eens wakker van? Ja. En waar denkt u dan aan? Aan alles wat nog georganiseerd moet worden. Bent u bang dat er dingen misgaan? Of? Nee, ik ben niet bang dat er dingen misgaan. Maar je bent toch altijd, alles gaat door je hoofd heen. En je probeert dingen te bedenken die je misschien gemist hebt. En hoe beter je van tevoren erover nadenkt, hoe minder kans is dat het op de dag zelf misgaat. Ja. Maar ik wil op de dag zelf ook helemaal niet meer het gevoel hebben, ik moet nu nog aan dingen denken. Dan moet het gewoon. Ja, als het misgaat, gaat mis en het is oké. Okay. Ja, ja. Dan is het, maar dat, als het goed van tevoren voorbereid is, dan loopt het gewoon vanzelf. Ja. Ja. Komen er ook vrienden uit uw jeugd? Ja, ja, ja. Ja. Ik heb nog veel vrienden zoals van de peuterschool. Oh, dat zijn nou, veel niet, maar wel hele lange vriendschappen. Ja. En die zijn er ook bij. En uit Argentinië komen er vriendinnen van? Absoluut, ook van de peuterschool. In feite, ja, bijna, moet ik zeggen, 70% van mijn hart vriendinnen komen uit lagere school dan peuterschool. Iemand die niet komt, dat is uw vader. Mm. Dat lijkt me heel vervelend op de dag dat je gaat trouwen, dat je vader er niet bij kan zijn. En uw moeder komt daarom ook niet. Hoe gaat u hem laten weten hoe het geweest is, hoe de dag verloopt? Ik zal hem bellen. Na afloop of tijdens ook? Nou, wel, ik weet het niet. Wanneer het moment zou hebben. Maar ik wil het ook niet zoveel emoties brengen, dat ik kan niet de rest van de dag ook meemaken. Maar ik zou contact met hem houden, met allebei mijn ouders. Heeft u al veel geoefend voor het huwelijk? Bijvoorbeeld het lopen met de jurk, die natuurlijk nog geheim is. Nog niet. Nee. Nog niet. Ziet u daar tegenop? Daar ben ik ze nu achter. Dat er iets misgaat met de jurk. Dat ik stap ergens. Ja, ik heb het echt nog niet gedaan. Veel geoefend, dus dat moet ik doen. Hij is nog geheim natuurlijk, hè? U heeft hem waarschijnlijk niet gezien. Ik heb het nog niet gezien. Nee. Het is absoluut geheim. Er is één ding wat de kinderen heel graag willen weten. Gaat u op de bruiloft elkaar dan ook zoenen? Goeie vraag. Dat houden we als een verrassing. Mag dat? Oh, ja. Ja, dan moeten we kijken. Dan moeten we de televisie aanzetten. Dan moeten we de televisie aanzetten. Ja. Er zullen ongetwijfeld veel cadeaus worden aangeboden. De kinderen van Nederland hebben voor u ook een kleinigheid. Althans, wij bieden u iets aan namens de kinderen van Nederland. Een videoband die we misschien even kunnen bekijken. Oké, dank u wel. Hallo, ik wens jullie veel geluk. Ik wens jullie veel gezondheid en fijne bruiloft. Jullie zijn samen een keigoed paar. Veel geluk en gezondheid. Dat er een heel leuk feest komt. Ik wens jullie een goede bruiloft. Hey, lekker zoenen die app. Het zal vast wel goed komen allemaal. Ik hoop dat jullie bruistaart lekker smaakt. Ik wens dat jullie een leuk huis krijgen. En dat jullie heel blij zijn dat je Cody en... Hoe moet ik zeggen, Ja, Cody wordt... Ik hoop dat jullie heel erg gelukkig worden en dat jullie... niet zoveel achterna worden gezeten door de pers altijd. Want je moet toch een beetje vrijheid hebben, toch? Ik wens jullie veel geluk. Heel veel vreugde en een heleboel minima. Jullie moeten zo koning en koningin worden.
Ah, nee, ik vind het fantastisch dat zoveel geluk zijn is gewenst. En ja. Dat willen we ook. Dus we zijn helemaal met hen eens. Ja, ik kan niks anders zeggen. Er zijn een paar wensen die daar uitgesproken worden. Ja, dankjewel. Daar leven wij 100% mee, geloof ik. Nou, daar willen wij van het Jeugdjournaal ons heel graag bij aansluiten. Heel erg bedankt voor het gesprek. We vonden het heel erg leuk dat wij met u mochten praten hierover. En we wensen u alle geluk toe voor de toekomst. Mooi, en een prachtige, onvergetelijke dag. Oké, dankjewel. Dank u wel. Tot ziens. Ja, bedankt. Tot ziens. Dag. Tot ziens. Tot ziens. Succes. Tot ziens. Tot ziens. Succes. Okay. Dag. Dag. Dag.